Je zult toch maar zulke getalenteerde kinderen hebben die zo mooi muziek kunnen maken. Maar ik denk dat moeder Jenny een enorme bron van inspiratie is. Een bron van inspiratie, dat is ook Hour of Power. Wekelijks voor heel veel mensen, jongeren en ouderen. En soms zijn er mensen die gaan toevallig even naar Hour of Power kijken. Of zijn aan het zappen en komen Hour of Power tegen. En dan gebeurt er wat. Zoals in het leven van Suzanne Lameijer. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er toen jij toevallig Hour of Power ging kijken een paar jaar geleden? Ik was geraakt door hoe dominee Schuller duidelijk tot mij sprak eigenlijk. Het was alsof hij een persoonlijke boodschap voor mij had. En dat was de liefde van God die hij overbracht. Kennen jullie? Nee, eigenlijk niet. Je zat zomaar te kijken en je dacht, wat merkwaardig, zo'n man die daar in zo'n grote kerk, wat staat te vertellen? Ja, heel bijzonder kwam het op me over en ik was heel erg op zoek. Ik was wel in mijn jeugd op de hoogte gebracht van God. Maar hoe duidelijk het op dat moment bij me binnenkwam, dat had ik niet eerder zo ervaren. Want hoe leefde je? Nou, ik was een onzeker jong meisje en ik wilde graag van mijn talenten gebruik maken en die zoveel mogelijk ontwikkelen. Maar door mijn onzekerheid werd ik daar eigenlijk heel erg in beperkt. Je zag de uitzending met Dominee Schuller vertelde, dit ging over talenten geloof ik, hè? Dat je met je talenten aan de slag moest. Ja. Wat raakte je daar zo in? Van wat oudere dominee die je helemaal niet kende? Het maakte mij bewust van eigenlijk je eigen potentieel. Dingen die je kunt. Of je daar nu wel of niet voor geleerd hebt. Hoe ver je daar ook in bent gekomen. Het geloven in jezelf. En daarmee aan de slag gaan. Zonder dat je dus bang hoeft te zijn voor het falen. Of fouten te maken. Dat raakte mij enorm. Ja. Ja. Dan word je geraakt door zo'n uitzending. Maar ja, dat betekent niet dat je na een uur de knop omdraait en zegt van Oké, nou weet ik het. Ik heb het gevonden. Ik ben er. Het is opgelost. Ja. Want je ging op ontdekkingsreis. Ja. Waar bracht die ontdekkingsreis jou heen? Ik heb veel gebeden, omdat me dat op mijn hart lag. En toen kreeg ik een ingeving om naar Californië te gaan. En toen bedacht ik, nou, dan ga ik naar dominee Schuller. Dan wil ik daar zijn en wil ik dat meemaken en dat het nog dichterbij komt. Dan loop je daar die kerk binnen. Hoe kwam dat over je heen, die grote glazen kist, de kathedraal? Het was heel overweldigend en alles wat ik voelde daar was een aanwezigheid van liefde. Ja, dat was voornamelijk wat mij overkwam. En ook de mensen die ik ontmoette waren geïnteresseerd in mij. En vonden het bijzonder dat ik daar alleen naartoe was gegaan. En het was een hele warme ervaring. Ik ben daar 3 weken geweest. En natuurlijk was de ontmoeting met Schuller en in de kerk zijn, dat was heel bijzonder. Maar daarnaast heb ik een dagboek bijgehouden. En in het dagboek heb ik mijn ervaringen geschreven en God sprak tot mij. En de woorden die God tot mij sprak heb ik ook letterlijk in mijn dagboek opgeschreven. Ja. Dan zeggen mensen, dat God sprak tot mij, dat klinkt nogal wat. Van hoorde je zijn stem of kreeg je gedachten? Het is een hele diepe betekenis die je niet zelf kunt bedenken. Het zijn geen gedachten. Het is ook niet een duidelijke stem die je hoort, maar het is een diep weten. Ja, dan ben ik natuurlijk erg benieuwd wat er in mijn dagboek zit. Jovie, wat had je dagboek voorlezen? Ja, dat wil ik zeker doen. Het was na de 6e dag dat ik daar was. De positieve gebeurtenissen hebben een diepe impact op mij. Het weerspiegelt de puurheid van mijn bestaan. God laat me zien dat hij een bedoeling heeft met mijn leven. Uit pure eerlijkheid ben ik op zoek naar een manier om de wijsheid en om mijn ervaringen te kunnen delen met anderen. De wijsheid van God. Ik besef me zeer bevoorrecht te zijn. Tijdens de diensten bewonder ik dominee Schuller. Wauw, wat een impact. Zo krachtig en oprecht, puur en liefdevol. Alles wat er tot nu toe gebeurd is, kan ik nooit meer onder het stof verstoppen. Het heeft mijn leven compleet op zijn kop gezet, echt veranderd. Ik vind hier rust, echte rust. Thuis neem ik veel rust om negatieve ervaringen aan de binnenkant te kunnen herstellen. Best, was een heftige ervaring, ja. Telkens een gevoel van herboren worden, wat ook telkens weer afgebroken wordt. En toen kwam het. Dit is het lijden van Jezus. Al het leed dat de mensen niet begrijpen en ik voel het in de diepste laag van mijn ziel. Ik begreep nooit waarom ik dat zo ervaarde, maar nu wel. Jezus zet het lijden om in vreugde.
Hij neemt het op zich om zijn liefde te kunnen geven. Laat mensen hun negativiteit inslikken en mij met rust laten. Laat het leven zijn zoals het bedoeld is, liefdevol, creatief, eerlijk en open. Zoveel verlang ik daarnaar. Dit betekent dat ik nooit meer bang hoef te zijn. Ik geloof dat mij niets kan gebeuren, alleen als ik zijn aanwezigheid niet accepteer. Heer, ik open mijn hart voor u. Het is wel een mooie reis van je leven, hè? Dat je van iemand die niet gelooft kijken naar een televisieprogramma, in Amerika terechtkomt, in de diensten zit, waar dominee Schuller spreekt, dan deze mooie gedachten neerschrijft. Wauw. Ja. Hoe is het verder gegaan? Ja, toen ik eenmaal weer terug was in Nederland, ik voelde me vervuld met liefde. En ik voelde dat mijn pijn en verdriet, dat van mij afgenomen was. En het was zoiets groots. Wat pijn en verdriet had je? Ja, ik kom uit een gezin waar toch wel wat moeilijkheden waren. En mijn moeder ook veel heeft meegemaakt in haar eigen jeugd. En een vader die toch wat minder geloofde. En mijn broers die daar ook niet zoveel mee wilden. Dus het was voor mij een constante strijd. Ik voelde innerlijk dat ik meer wilde. Dat ik meer diepgang had. Maar dat paste niet binnen het gezin eigenlijk. Er was geen begrip voor. Er was geen ruimte voor. En ja, en ik was daar veel om eigenlijk mijn moeder ook te ondersteunen. En het was best wel soms heel zwaar. Ja. Ja. Is je verdriet veranderd in vreugde? Absoluut. Ja. 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 Wat is je droom? Wauw, dat is een mooie vraag. Mijn droom toendertijd, 10 jaar geleden, was om mensen te kunnen bereiken met mijn creativiteit in mijn vak als kapster en als image consultant. Dus ik voel me zeer betrokken met mensen en geef adviezen voor het uiterlijk, maar probeer ook altijd aan het innerlijk mee te leven. Maar mijn leven met God is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Absoluut. Ik kijk nu nog steeds naar Our Power. Ja. We zien inmiddels de 3e generatie. Over een paar weken zenden we nog een hommage uit aan dominee Schuller. Met onder andere oud-premier Balkenende, die erg op dominee Schuller gesteld was. Net als jij, en net als ik, en net als zo heel velen. Als je naar Bobby Schuller kijkt, heel anders. Maar toch ook wel weer zijn opa. Wat voel je dan? Ik vind het bijzonder, Bobby is van mijn eigen leeftijd. Wat ik zie is dat hij heel allround is in het prediken over God. En heel erg van deze tijd en ook de jongeren probeert te benaderen. En het is heel inspirerend elke week. Ja. Absoluut. Ja, leuk. En dan zit je ineens op de bank. Ja, bijzonder. Ja. 10 jaar geleden stond hij er ook al, geloof ik. Ja. Ja. Nou, je hebt een gedichtenbundel geschreven, want mensen die hun talenten ontdekken, die gaan er ook mee woekeren. Kies zelf je meest geliefde poëziestukje uit. Ja. Ritme van de dagen. Als de tijd kon vliegen, dan fladderde die rond en vloog tot het einde waar niemand nog bestond. Dan zou de dag beginnen uit stilte van gebrek. Geen tijd te gaan verzinnen, ben ik wel op mijn plek. Nu draaien wij het leven, beheersen alle tijd en zie je hem ontsnappen, dan vliegt hij weg bevrijd. Het ritme van de dagen is stil in elke nacht. De rust hervindt zijn oorsprong, zoals het is bedacht. Mooi. Dank. Heel mooi. Echt, echt prachtig. Dank je wel. Ik ga je 2 cadeautjes meegeven. Eén, het In Memoriam, wat we een paar maanden geleden hebben uitgezonden rond dominee Schuller. Dat heb je gezien. Ja. Ontroerde je dat? Ja, enorm. Ja? Ja. Dikke tranen. Het is heel bijzonder. Mag ik je deze meegeven? Ja, dank u wel. De reis van mijn leven, het verhaal van dominee Schuller, de jongen van Hollandse afkomst, die als boerenzoon opgroeit in Iowa, naar Los Angeles gaat met zijn missie en zijn talenten, en dan uiteindelijk komt tot wat hij gedaan heeft. En dat is ook dat wij hier samen op de bank zitten. Bijzonder, hè? Absoluut. Al die mensen die samengebracht zijn. Nou. De dominee Schuller. Dank u wel. Oké. Okay. Suzanne, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel bijzonder het gesprek met jou te mogen voeren. Dank u wel. En dat weet jij waarschijnlijk nog niet, want we hebben net bekendgemaakt dat Bobby Schuller naar Nederland gaat komen. Oké. Okay. Dus ik ga je daar zien, denk ik, bij Leven en Welzijn. 1 september in Hoofddorp, in de Meerkerk. 2 september in Apeldoorn, in de Lolaankerk. En 3 september in Gouda. Oké. Okay. Dus je mag een datum uitkiezen. Dan krijg je van mij een toegangskaart. Graag 1 september. 1 september in Hoofddorp. Ja, in Hoofddorp. Ja. Nou, er wordt heel veel muziek, komt er. Bijvoorbeeld Mindy Kim, die fantastische zangeres van het koor van Our Power. Bijzondere avonden.
Leuk. Geweldig. Je bent een van de eerste die zich aanmeldt. Het komt geweldig, op vol, hoor. Geweldig, ja. Ik ben er heel blij mee. Oké. Okay. Bedankt. Goed. Nou, dan zal ik zorgen dat je Bobby nog even kan spreken. Dat zou heel Suzanne, leuk zijn. Bedankt. En wat ik het mooiste vind is dat God mij iedere keer verrast. Met mensen die naar de uitzending kijken. Ik kom ze heel vaak tegen. Ik zat toevallig te zappen op de bank. En toen ben ik blijven kijken. Of ik keek toevallig. Ik hoor heel vaak het woord toevallig. En God heeft een bedoeling. En die heeft jou in je nekval gegrepen. En die laat je niet meer los. Want dat is zijn liefde. Okay. Hartelijk bedankt. Heel mooi. Tot in september bij Leven en Welzijn. Nou, alle informatie over het tournee van Bobby, waar u hoort hem altijd erg enthousiast over zijn, is te vinden op onze website www.hourofpower.nl. En waarvoor doen we dit allemaal? Omdat we geloven in liefde. En kijk naar het verhaal van een bekende voetballer die vertelt over die liefde.